Het is woensdag 5 september 2012 en we gaan met de Reuma Patiëntenvereniging een dagtochtje maken naar Staphorst. We beginnen in Alkmaar. Prachtig weer. Nou, we hebben een flink stuk achter de rug. We zijn over de dijk Lelystad Denkhuizen gereden. We hebben een rondrit gemaakt door Urk. We zijn nu in Pollenaar en we gaan hier aan de koffie. We zijn in Staphorst en we maken even een stopje in een boerderij met heel veel souvenirs en decoratiemateriaal. Nou, er is hier van alles te zien. Serviezen, oud speelgoed. Nieuw speelgoed, woondecoratie, lange gangen, keuze en overvloed. Even overleg. Leuk, hè? Bekende Staphorster stipwerk. Ja, schitterend. Een klus, hè? Nou, voor de warme maaltijd zijn we hier bij café-restaurant Het Centrum in Staphorst. We gaan eens even binnenkijken. Met een lekker groentesoep, ja, graag. Mooie Staphorster inrichting, gezellig restaurant hier. Nou, we krijgen de gids aan boord. Dan we krijgen de gids aan boord. Oh, dat is leuk. Die wil een beetje tijd inhalen. Ja. Dikkie, ga je er ook in? Ja. Alle boerderijen in één lijn. Het is een heel raar gezicht als je dat straks ziet, maar dat is werkelijk waar. Staphorst heeft op dit moment 16.821 inwoners. Het kunnen er 23 zijn, want gisteravond waren er twee mensen hoogzwanger. En die meneer dat zegt van één meer, dat kan al niet, want die aan de overkant bij het restaurant waar u net was, die was gisteren ook al geboren. Vandaar. Staphorst als leefgemeenschap, lieve mensen. De meeste mensen zijn allemaal kerkelijk. Dat wil zeggen, we zijn echt een kerkdorp. Dat wil zeggen, Rauwveen, Staphorst en Eihorst, drie dorpen bij elkaar, zijn Staphorst. De mensen gaan allemaal zondags naar de kerk. Dat wil zeggen, vanaf de geboorte gaan de meeste kinderen met hun ouders samen naar de kerk. Vanaf de geboorte tot een jaar of 14, 15. Vanaf een jaar of 15, 16, 17, soms tot 18 jaar, doet men alles wat onze lieve Heer verboden heeft. En dat meen ik oprecht, echt alles doen ze. Alleen we hebben één groot voordeel, ze hebben een goede ondergrond. Als ze jaar of 18 zijn, krijgen ze een vaste relatie met een vriendje of vriendinnetje. Ze gaan samen naar de kerk, ze trouwen in de kerk, krijgen kinderen, laten ze dopen in de kerk. En het hele ritueel begint weer van voren af aan. De boerderijen. Wanneer u naar de boerderijen op Staphorst kijkt, dan ziet u drie kleuren heel belangrijk zijn. Wit, groen en blauw. De kleur wit is een teken van helderheid. De kleur groen is een teken van soberheid. En de kleur blauw is tegen de vliegen. En dat is werkelijk waar.
De vlieger, kijk maar naar de melkbanken die hier staan, ook aan de rechterkant, is altijd blauw met wit. Vroeger was riet een teken van armoede en pannen was een teken van rijkdom. Vandaar dat ook op een heleboel boerderijen aan de voorkant pannen liggen en aan de andere kant, aan de achterkant, de riet. Vandaar ook een hele bekende uitspraak, onder de pannen zijn. Teken van welvaart, een teken van rijkdom. Een heleboel boerderijen hebben zo'n klein puntje voor op het boerderij staan. Links kunt u dat heel mooi zien in de verte. Bij het riet staat een prachtig mooi puntje met riet naar boven. Een teken dat de boerderij op de monumentenlijst staat. Van de 1000 boerderijen staan er 800 op de monumentenlijst. De boerderijen. Als u op de weg kijkt, aan de linkerkant van de boerderij, ziet u een pad naar achteren toe. Want vroeger woonde vader onderweg. Zijn kinderen wouden graag een huisje bouwen. Die bouwden erachter een boerderij en daarachter weer en daarachter weer. Op sommige plaatsen staan er 8, 9 boerderijen achter elkaar. Als u naar de weg kijkt, aan de rechterkant ziet u een pad wat altijd naar achteren toe loopt. Dat wil zeggen, de mensen die daarachter wonen hebben ten alle tijde recht van opgang. Dat kunnen ze nooit afsluiten, dat is verboden. Maar de grond behoort wel toe aan de voorste boerderij. Verder ziet u boven de deur een boom des levens, moet je eens kijken. Schitterend mooi, wit geschilderd. Er zijn er ook een heleboel die zijn prachtig gekleurd, maar het is van oorsprong wit. Een teken van vruchtbaarheid. Ziet u wel, lieve mensen, dat de huizen nu bijna haaks op de weg staan? Ja. Mooi, hè? En als je van bovenaf kijkt, dan is alles in één lijn. Dat is heel raar. Melkfabrieken. We hebben er nog één op Staphorst. Aan de linkerkant ziet u zo meteen eentje. Dat is de laatste. Ik zal u eerlijk vertellen. Alle boeren brengen hier de melk naartoe in coöperatieverband. De melk wordt alleen maar gebruikt om kazen van te maken. Wij maken hier op Staphorst 1 miljoen kazen per jaar. En dan praat ik niet over Goudse of over Edammer of wat ook maar. Of over 48 plus. Nee, alleen maar vreemde kazen. En tegenwoordig niet meer, want de boerderijen die hebben tegenwoordig geen bedstees meer hier binnenin zitten. Want het is allemaal verbouwd. Want wanneer je een boerderij ook koopt op dit moment opstreek hier, zo, het kost die bijna 1 miljoen. Het is niet meer te betalen. Vandaar dat ook de meeste boerderijen, moet u maar eens opletten, als u een nieuwe boerderij ziet, of van nieuw opgebouwd, wordt die vaak in 2 of 3 gedeeltes opgebouwd. De jongens kopen de boerderij samen. De een woont voor, de ander in het midden en de ander woont achter. En dan is het nog te betalen, anders niet. De saamhorigheid onder elkaar is verschrikkelijk groot. Dat wil zeggen, als dan de ene kant van Staphorst iets gebeurt, weet men dat binnen 5 minuten aan de andere kant. Heeft ook voor- en nadelen. Wanneer ik zaterdagavond nog eens een keer laat thuis kom, iets te veel gedronken, mijn vrouw ligt heerlijk te slapen, mijn buurvrouw weet de volgende morgen precies te vertellen hoe laat ik thuis was en met wie ik thuis was. Gevolg is dat ik straf krijg. Want ik moet u eerlijk vertellen, moeder de vrouw doet alles in de tuin, lieve mensen. Wanneer u een man beneden de 50 jaar in de tuin aan het werk ziet, garandeer ik u dat hij straf heeft, anders doet hij het vast niet. En ik praat uit ervaring, neemt u dat echt van? Ja, want ik moet altijd de tuin doen. Ja, nee, die was aan het schilderen, het jongetje. Een man beneden de 50, dan heeft hij straf. Boven de 50, of dan wordt het vaak, dan helpen ze de kinderen vaak, maar echt beneden de 50 hebben ze echt straf, ik garandeer het u. En nogmaals, lieve mensen, wij zijn niet een kleine gemeente, want iedereen denkt vaak dat Staphorst maar klein is. U ziet het zelf, het is prachtig groot. Alles ziet er super mooi schoon uit. Kijkt u maar gerust langs de openbare weg. U vindt bijna geen rotzooi hier langs de weg. Dat kan ook niet anders, want moeder de vrouw die onder de oud had, echt perfect. Wij zijn ook uitgeroepen als een van de schoonste dorpen van Nederland. En dat wat u langs de weg ziet, dat het zand. Bij sommige huizen kunt u dat nog wel een klein beetje zien, moet u maar eens goed opletten. Elke zaterdagmiddag wordt door moeder de vrouw alles netjes aangeharkt voor. Ook onder de heg wordt alles netjes aangeharkt. Dat wanneer ze zondagsmorgens naar de kerk lopen, is het een prachtig mooi schoon overal. En ik garandeer u, het is een prachtig gezicht. De mensen gaan van deze kant van de weg lopen met 5, 6 man naast elkaar naar de grote kerk in Staphorst. En mensen aan de andere kant lopen die kant op met 5, 6 man naast elkaar. Die gaan naar de grote kerk in Rauwveen. Het is een schitterend mooi gezicht.
Drie scholen in één gemeenschap. Dat wil zeggen een openbare, een christelijke en een hervormde school in één groot gebouw. Vroeger zeiden ze altijd van twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou, wij hebben gezegd van wij doen het anders, wij maken de dikke muren tussen en dat werkt ook perfect. De kledingdracht van Stephorst, er zijn nog vier mannen die dragen het. En dan nog boven de 70, elke dag. Van de vrouwen zijn dat er 400. En bij de winterdag 1000. Want het zit zo lekker warm bij de winterdag. En dat is echt waar. Wanneer u ooit in de gelegenheid bent en u komt samen met iemand anders of met een busmaatschappij weer op Staphorst, u bent altijd welkom hier zo. Eén ding wil ik u vragen. Laat ons alsjeblieft in onze eigen waarde. Wij doen niemand kwaad. Dat wij misschien anders denken dan u, dat is ons volste recht. Wanneer u op Staphorst terugkomt, u belt aan bij een boer, mag ik gebruik maken van uw toilet, is er niemand die u weigert. Echt maar niet. Niet chauffeur met 40 mannen naartoe gaan, want die mensen weten niet wat ze overkomt. Maar als je er alleen komt, lieve mensen, ook op zondag, bel maar gerust aan, men staat u zeker te woord. We houden even een koffiestop in Urk, de vissershaven. We hebben een leuke rondrit door Urk gehad op de heenweg. En nu stoppen we even voor een koffiezaal. Prachtig uitzicht vanuit het restaurant over het IJsselmeer. Vanuit mooie Urk. En een blik over de haven. Lekker aan de koffie. Het gezicht op het IJsselmeer. Nou, we zijn weer in Alkmaar, het is 7:15. Het zit erop, we gaan lekker naar huis. Wat een mooie dag vandaag.